echt leiderschap is topsport. En je kunt die topsport alleen maar goed bedrijven op het moment dat je zowel fysiek als mentaal in ontzettend goede conditie bent. De traditionele win-win. Ik een beetje, jij een beetje, samen fantastisch. Jij hebt een vette bonus en ik ook. Dus helemaal mooi. Maar dat hoedje, dat onder één hoedje spelen, dat is niet houdbaar. Waar het hier om gaat is kiezen voor jezelf. Kiezen voor direct betrokkenen en kiezen voor de rest. Het gaat hier niet om opoffering. Op het moment dat leiders zichzelf opofferen, is het ook niet duurzaam. Het gaat erom die drie belangen in balans te brengen. Je eigen belang, dat is er nou eenmaal. Dat belang van die organisatie waar je voor staat, maar ook het belang van, daar gaan we, de huidige maatschappij, het milieu, maar ook toekomstige generaties. Om de win-win-win te kunnen kiezen, om die echt te kunnen ervaren, echt te kunnen voelen, echt daar met overtuiging voor te kiezen, moet je naar een bron. En die bron hebben wij Ieder Liefde genoemd. Waarom Ieder Liefde? De eerste win was voor jezelf. De tweede win voor de organisatie of direct betrokkenen. En de derde win voor de rest. Kortom, voor iedereen. Work is love made visible. Briljant. Ik moet daarvoor mijn leven lang reflecteren en de hei op. En die gasten hebben dat gewoon achter op een shirtje. Als je dit kunt realiseren als leider in je leiderschap in een zakelijke omgeving, dan denk ik dat je de toekomst hebt. Jullie zien, als het goed is op je blaadje, 24 stellingen. Het is de bedoeling om daar 100 punten over te verdelen. Score het zo extreem mogelijk. Wat wil ik dat je gaat bespreken? Vooral even de uitschieters. En kijken of je wat van elkaar kunt leren. Dus waar jouw sterkte zit, zit misschien een zwakte van iemand anders. En vice versa.